Dat, het stomme is, ik ben 44 jaar. Geen idee wie ik ben. Ik weet het echt niet. 44 jaar weet nog steeds niet wie ik ben. Sterker nog, ik weet niet eens hoe ik eruit zie. Ik heb geen idee. Ik zie mezelf elke dag in de spiegel. Maar blijkbaar zie ik heel iets anders dan wat het in werkelijkheid is. Ik zie mezelf elke dag in de spiegel. En toch, op elke foto die ik van mezelf te zien krijg, ben ik ouder dan ik denk dat ik ben. Lelijker dan ik denk dat ik ben. Kaler dan ik denk dat ik ben. En dikker dan ik denk dat ik ben. Op elke foto die ik van mezelf te zien krijg, ben ik 8 kilo dikker dan ik denk dat ik ben. 8 kilo! 8 kilo! Dat is van Velzen inclusief gitaar. Ik kan je wel vertellen, sinds mijn 30ste ben ik in constant gevecht met mijn gewicht. Soms win ik het, soms verlies ik het. Maar sinds mijn 30ste, constant gevecht. Ik kom elk jaar 1 kilo aan en soms 10. Dan kom ik vreten veel, dat is het gewoon. En het stom is, ik herken mezelf daar niet in. Want ik ben een man van discipline. Nou, laat ik het zo zeggen, ik heb een doorzettingsvermogen. Waar je u, mevrouw en majesteit tegen zegt. Maar met eten? Pac-Man ben ik, echt waar. Pac-Man, alles gaat naar binnen. Wakka, 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 wakka. En ik ben niet de enige. Hè? Wist je dat de gemiddelde Nederlander de afgelopen 10 jaar 12 kilo is aangekomen? 12 kilo, neem dat eens mee een pakken suiker. Je bent kapot als je thuis komt. 49,2% van de Nederlandse bevolking is te zwaar. Dat is de helft. Kijk eens naast je, links van je, rechts van je. Zit er geen dikkertje? Dan ben jij het. Even serieus, steek je anders op. Wie vindt zichzelf eigenlijk te zwaar? Steek die van mij als allemaal omhoog. Wie vindt zichzelf eigenlijk... Nou, ik stel de vraag verkeerd. Ik zie het nu al. Wie vindt degene waar die nu naast zit eigenlijk te zwaar? Zeg je? Nee, maar we vreten gewoon te veel. Dat is het. En het zit niet in onze genen, hè. Het is beesten in het wild doen dat niet. Beesten in het wild eten precies genoeg. Verteren dat helemaal. Eten dan pas weer. Beesten bij ons thuis niet, die vreten ook te veel. Ja, als je een goudvis blijft voeren, zegt hij op een dag. Maar beesten in het wild niet. Het is niet zo dat er in de jungle ergens een krokodil in het water ligt die bij zichzelf denkt. Weet je wat? Ik eet nog een genoeg. Dat is niet zo. Er zijn geen hindus die rondlopen en denken, oeh, lekkere trek. Dat is niet zo. Maar wij mensen wel, en ik praat daar vrij over. En het mag als man, ik merk het hier ook meteen. Hè? Alle mannen trekken terug. Als je het hierover hebt, als man, mannen trekken terug. Het enige wat een man zegt als hij dikker wordt is... Heb ik allemaal voor betaald, hè? Er heerst een soort taboe op. Ik weet niet, maar ik ben een artiest, interesseer me geen reet. Ik praat daar vrij over. Weet je wat mij is opgevallen? Sinds ik aan mensen vertel dat ik een paar kilo probeer af te vallen... krijg ik de hele dag tips van mensen die zelf veel te dik zijn. Dat wil ik niet! Het enige wat ik dan denk is, ik kan gewoon aan jou zien dat jij het ook niet weet. Je bent toch geen tips van dikke mensen, je bent toch ook geen versiertips van Rutte. Lachtherapie door Maarten van Rossum, vind je oerstem door Mark-Marie Huibrechts, dat wil je niet. Vandaag gaan we op zoek naar onze oerstem, ja, dat wil je niet. Dus ik dacht, ik vraag aan dunne mensen. Dunne mensen zijn ook met eten bezig, maar die doen blijkbaar iets goed. Dus ik naar een dunne vrouw toe, ik zeg, hoe doe jij dat nou? En zij zegt, nou, weet je wat het is, ik wil ook gewoon eten. Dus wat ik doe, ik ga het weekend helemaal los. In het weekend eet ik alles wat ik wil eten. Maar op maandag heb ik dan fruit- en yoghurtdag. Ik denk, nou, dat doe ik ook. En dan kan je wel vertellen dat in het weekend helemaal losgaan, dat ging fantastisch. Ja. En elke maandag had ik een terugval. Ja, dus maandag zat ik dan te vreten, wat ik normaal ook zat te vreten. En daarnaast zat ik dan fruit en yoghurt naar binnen te brengen. Maar het wordt je niet gemakkelijk gemaakt in deze maatschappij om gezond te eten. Dat moet ik wel zeggen. Het wordt je niet gemakkelijk gemaakt in deze... Ik denk hier in Rotterdam, hier alleen al in het centrum, er zijn er 5000 plekken waar je een mars kan krijgen. En 10 plekken waar je een prei kan kopen. Ligt toch een beetje uit verhouding, dacht ik. Ik denk dat als je hier in het centrum gezond wil eten, dat je vanzelf 4 kilo afvalt voordat je het hebt gevonden. Je ziet wel eens van die hele afgetrainde mensen aan het joggen, toch? Helemaal afgetraind aan het joggen. Die zijn niet aan het joggen. Die hebben honger. Die zijn op zoek naar eten. Nee, maar ik krijg dus heel veel diëten aangereikt. Hè? Er zijn heel veel mensen die naartoe komen en zeggen, dit is een goed dieet. En dat is een goed dieet. Waarom probeer je dat dieet niet eens? Maar al die diëten, die richten zich op wat je zou moeten eten. Dat is wat erin staat. Dit zou je moeten eten. Maar dat is niet het probleem. Ik weet wel wat ik moet eten, hè? Ik ben niet dom. Zo is het zo dat ik 's ochtends opsta en denk, vandaag ga ik gezond eten. Weet je wat, ik begin met een mars. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat ik denk, hé, mars, dat kan ik beter niet doen. Nah, fuck it. Dat is het probleem. Dus een goed dieet
zou zich moeten richten op het ah, fuck it moment. Daar zou een dieet zich op moeten richten, op het ah, fuck it moment. Het moet technologisch toch mogelijk zijn dat als ik een hap neem van een Mars, dat de stroom op mijn ballen komt te staan. Kanje! Het probleem is, ik weet nu al, ik vreet gewoon door, interesseer me niks. Ja! Maar de smoesjes die ik verzin om toch te mogen eten. De excuses die ik aan mezelf vertel om toch te mogen eten, daar lusten de honden geen brood van, echt niet. Weet je wat ik aan mezelf vertel? Als ik zin heb in chocola, dan zal mijn lichaam dat wel nodig hebben. Hey, een pak koekjes, dat kan ik beter niet doen. Dan weet je wat, dan eet ik er gewoon eentje. Nu is pak open, dat is ook zonde. Weet je wat ik mezelf een keer heb wijsgemaakt? Ik weet zeker 90% hier aanwezig heeft zichzelf dat ooit een keer wijsgemaakt. Ik heb mezelf wijsgemaakt dat als ik iets snoep of eet wat niet goed voor me is en niemand ziet dat, dan word ik daar niet dik van. Wat ik wel een hekel aan heb, zijn die standaard smoesjes. Daar heb ik een hekel aan. Dat moet je niet doen. Kijk, dat je dik bent, vind ik geen probleem. Dat je smoesjes hebt, vind ik ook geen probleem. Maar niet dat rijtje. Niet die, weet je wat? Ja, ik heb een trage stofwisseling. Bomen hebben ook een trage stofwisseling. Nee, ik heb zware botten. Als je zware botten zou hebben, zou je ongelooflijk veel mee moeten zeulen. Zou je heel erg afgetraind zijn. Nee, ik ben gewoon stevig gebouwd. Als er een drol van 3 kilo in je pot ligt, dan heb je stevig gebouwd. Kijk, als je een smoes gebruikt, gebruik dan een goede smoes. Nou, weet je wat? Je krijgt van mij een smoes, topsmoes mag je gebruiken. Ja, topsmoes, let op. Om af te vallen, daarvoor heb je wilskracht nodig. Je moet van goede huizen komen, wil je nee kunnen zeggen tegen suiker. Wilskracht. Maar voor wilskracht hebben je hersens suiker nodig, anders kunnen ze dat niet aanmaken. Dus de volgende keer dat jij Mars zit te vreten, iemand ziet je, moet je zeggen, hey, ik ben niet aan het snoepen, hè. Ik ben aan het afvallen. Ik bouw gewoon even wilskracht op. Mag je gebruiken.